Vera is dit niet de eerste kennismaking met Cats. Nou, ik heb auditie gedaan toen 20 jaar geleden voor Carré. En ik had net in het ensemble gezeten van My Fair Lady. Dus ik ging met mijn collega Lulu, gingen wij in een pandatje, gingen wij door de sneeuw naar Carré om auditie te doen. De chorusline gedaan, drie pirouetten gedraaid en zo geëindigd. En ik mocht door naar de volgende. En toen dansauditie gedaan onder leiding van toen nog Gillian Lynn. Toen mocht ik ook nog door, ik denk zo. Toen ben ik op de zaalaudities afgewezen. Zij hadden natuurlijk al lang gezien dat ik niet in een dansrol paste, maar dat ik echt alleen voor Isabella kon. En die hadden ze al in de prachtige vorm van Ruudje Kot. Ik heb haar toen gezien en ik vond het echt meesterlijk toen. Ik ben nu in mijn eentje aan het repeteren met de mensen uit Londen en dus er gaat een zweep overheen. En ik heb een beetje last van de stijve spiertjes hier en daar vandaag, maar dat komt wel goed. Ik ben zwaar allergisch voor katten. Het decor van Cats is een gigantische vuilnisbelt. Die bestaat uit 5000 losse onderdelen, die allemaal op een schaal van 3 op 1 zijn nagemaakt. Zondag hebben we dus afgebroken naar de matinee van 5 uur tot 12:30. En dan de volgende dag zijn we weer begonnen, maandag, van 10 tot 10. Het ging allemaal wel lekker, het geluid ging goed, het licht. En 12:30 zat het erin. Dus tot mijn grote verbazing ging het weer erg lekker. Cats vergt het uiterste van de dansers en is dan ook blessuregevoelig. I dropped my knee there on the hook and I didn't feel anything. So after the ball, the whole number dancing, I feel hard pain on my knees and then I went to the physio. But yeah, it's getting better. It's not so serious, so I took my rest and so now I'm here and I want to do it and I think that I can. Van zonderen is weg. Op de première worden achter de schermen de boeketten bloemen afgedroogd, terwijl in de zaal de staande ovatie minutenlang aanhoudt. Het is echt super. Ik ben voornamelijk heel erg blij dat het over is. We zijn klaar, morgen vrij. In deze vaart heb ik het nooit uitgevoerd gezien. Het is enorm. De tekst is niet onbelangrijk in deze musical. En dan zie je toch dat het met liefde behandeld is. En dat het samen met die vaart ook een beetje werkt. Prachtig. Het is echt zo leuk om te zien. Echt good old times hoor. Leuk, fantastisch. Weet je waarom? Omdat dat mijn meisje is gedaan. En naast Anita staat is mijn meisje. En ik ben trots. Vol verbazing. Ha! Ha, hè? Kijk, wij konden dansen en het was leuk als je een beetje kon zingen. En deze mensen hebben gewoon jaren training gehad, want sindsdien is eigenlijk zangles ontstaan op de opleidingen. Ja, ze zingen en dansen, fantastisch, allemaal. 20 jaar geleden in Carré is, Carré heeft het als eerste geproduceerd hier in Nederland. En toen werd ik meegenomen door Joop en er werd eerst een foto van ons samen gemaakt. Dus ik werd in het openbaar gebracht. En die foto hangt nog steeds op ons prikbord. Dus het is, was dubbel speciaal vanavond. Fantastisch. Waanzinnige show. Zo. En hier is ze. Gefeliciteerd. Oh, je bent het zwarte. De zaal was waanzinnig enthousiast. Een prachtige show. Mooi danswerk hoor. Mensen zeggen altijd tegen mij, ik wou dat ik zo mooi kon zingen. En vandaag denk ik, ik wou dat ik zo mooi kon dansen. Hoe stap jij vanavond in bed?
als een voldaan man. En dan zet ik de wekker en dan morgenochtend gaan we gewoon weer Tarzan voorbereiden. Cats is nog tot en met juni 2007 in de grotere Nederlandse theaters te zien. Yeah.